leek nooit echt te vermijden, maar ik koesterde de hoop dat die dag waar ik voor vreesde weg zou blijven. En het glip me door de vingers, alles waar ik zo voor vocht. Het is alsof ik mijn verhaal opnieuw moet schrijven. Het is alsof de wereld voor een tweede keer vergaat. Iedereen die ik zo koester mij weer achterlaat. Ik dwaalde jaren door het donker, liep verloren in een nacht waarin alles zo onzeker leek en niemand op me wacht. Ondanks al die angst en twijfels bleef ik bouwen aan dit huis, bleef ik hopen op die woorden: welkom thuis. Ik wist dat dit ooit zou gebeuren, dat iemand vroeg of laat toch het kamp verlaat, wil staan op eigen benen. En ik neem hem echt niks kwalijk, hij is jong en wil op zoek, maar die mensen zijn al jaren.